Yo gasten, goed dat jij maar kijkt naar een gloednieuwe video. Mijn naam is Tony Kok en we gaan vandaag weer de FUT Champions pakketjes openmaken. En dit is team van de week. Zoals je ziet, 97, Ronaldo 96, Neymar, Verratti zit erin, Thiago zit erin, heel veel walkouts dus. En Piszczek, als ik het goed zeg, echt een baas, die wil ik heel graag hebben, die Piszczek. Dus als ik Ronaldo of Neymar niet pack, dan gaan we vol gas voor Piszczek. En hopelijk gaan we die ook packen. In ieder geval dat we één van die drie packen, Neymar, Ronaldo of Piszczek. Zou fucking chill zijn. We gaan snel door naar de pakketjes. Zoals je ziet ben ik 33 van de wereld geëindigd. Dat betekent top 50. Dus 1 ultimate team van de week pakket. 3 jumbo zeldzame spelers pakket. En 150.000 coins. Gaan we snel door naar de pakketjes. En gaan laten we ze lekker openmaken. Dus zoals je ziet 3 jumbo zeldzame spelers pakket. En 1 ultimate team van de week pakket. Waar hopelijk Ronaldo of Neymar in zit. Dat zou fucking ziek zijn als we die packen. Jongens, dat zou echt zo fucking ziek zijn. We gaan ze in ieder geval openmaken. We beginnen met de Jumbo zeldzame spelerspakket. Dus let's go! Het is meteen een walkout! Het is meteen een walkout! Let's go! Let's go! Let's go! Oh, het is geen de vorm. Het is geen Ronaldo of zo. Het is een Spanjaard. Dat stelt meestal niet heel veel voor. Het is Fabregas. Oh, Iniesta. Oh, Iniesta! Fabregas speelt helemaal niet met Barca, joh. Helemaal lijp, joh. Maar in ieder geval, Iniesta, dat is helemaal niet verkeerd. Waarschijnlijk gaat hij voor de 40k of zo, Iniesta. Perisic, Icardi. Wow, dit is echt een zieke pack, ouwe. Ik ga meteen even kijken wat Iniesta waard is. 40k. Laten we zeggen 40k voor Iniesta. Fucking ziek. Perisic, Icardi. Terry. Ja, die zal niet veel voor gaan. Chesney, Ellie. Ja, volgens mij was dat wel weer zo'n beetje. Nou, ik ga ze in ieder geval allemaal naar mijn club sturen. Ik heb eerste pack meteen een walk. Het is volgens mij nog nooit voorgekomen bij mij. Maar in ieder geval, we beginnen dus lekker. Het is een beetje een lekkere opbouw voor... Ja, een beetje een lekkere opbouw voor de laatste pakket natuurlijk, de 11 informs. We gaan gewoon meteen door naar pack nummer 2. Zou het wezen als we meteen weer een walkout krijgen, jongens? Weer meteen een walkout? Nee, ah, wel jammer. Als we misschien bij elke pack een walkout gehad, dan zou wel fucking dik zijn. En dit is Ramsey van Arsenal. Nou, best wel gek. Ze zijn allemaal best wel hoog gereden. Dus daar ben ik best wel blij mee. Even kijken. Trap. Lovren. Mané, die verkoopt ook altijd wel. Dembele. Riedewald, Ajaxiet, Munir en Batshuayi. En voor de rest is het niet heel veel. Dus als we snel naar de club sturen, ja, ik ga gewoon snel door, jongens. Ik wil gewoon die Ultimate Team van de Week pakket wil ik wel openmaken. En hopelijk dat daar wat goeds in zit. Dat zou fucking dik zijn. Oké, okay, hier dan weer pakketje nummer 3, boys. Let's go! Het is geen walkout. Het is geen walkout. Wel een grote flat. Wel best wel een grote flat. Dat betekent dat we een pakket. We pakken gewoon Payet. Het zijn echt hele goede packs deze week. Er zijn echt hele goede packs deze week. Ter Stegen, Benatia. Oh mijn god. Er zijn gewoon echt hele goede packs. Son. Even kijken. Abate. Oeh, Abate heeft een nieuwe foto. Leuk. Ramsey opnieuw. En dan gaan we snel alles weer naar de club sturen. Deze doen we naar de transferlijst. Dus gaat toch niet voor veel. Oké, boys. Dan zijn we aangekomen. Bij de Ultimate Team van de Week pakket. En hopelijk... Zit daar een Ronaldo in of een Neymar? We hebben in ieder geval best wel goed gepakt. Eigenlijk best wel decent gepakt voor normaal wat we allemaal pakken. Voor allemaal bullshit. Dus we hebben best wel decent gepakt. Misschien is dat een goede opbouw naar de Ultimate Team van de Week pakket. Dat we dan Ronaldo of Neymar pakken. Dat zou fucking dik zijn. Hopelijk op een walkout. Let's go! Yes, het is een walkout. Oké, come on. Come on. Geef me Ronaldo of Neymar. Geef me Ronaldo of Neymar. Het is niet zo'n hele grote vraag. Ik denk niet dat het Ronaldo of Neymar is. Het is Verratti. Oké, het is geen Ronaldo of Neymar. Het is een beetje... Ja, ik hoop er toch op een Ronaldo Neymar. Maar ja, ik mag er zeker niet ontevreden mee wezen. Ik heb in ieder geval een walkout. Ik heb best wel goed gepakt. In ieder geval 2 walkouts. deze video is echt fucking ziek. En Thiago ook nog. En Piszczek. Oh mijn god. Ik ga helemaal los hier. Oh mijn god, dat is een fucking zieke pack. 2 walkouts in 1 pack. Piszczek ook nog erbij. Oh mijn god. Diarra. Oh mijn god. Wat is Verratti en Thiago waard? Even kijken. Oh mijn god. Verratti is, laten we zeggen, ja, 160k waard. Omdat daar gewoon geboden is, zeggen we gewoon even 160k. Zieke stats trouwens van Thiago. Thiago zo'n 200k, 180, laten we zeggen 200k, mooie prijs. Forsberg zou ook misschien nog wel iets voor iets kunnen gaan. Even kijken. Oh, Forsberg gaat voor bijna niks. Oh, laat maar. En Piszczek, ja, Piszczek hou ik sowieso zelf. Ik kan goed gebruiken in mijn eigen team. 77k, ja. Mooi om te gebruiken in je eigen team. Even kijken hoor. Schürrle kan misschien nog wel voor wat gaan. Schürrle ook wel voor best wel weinig. Nou, vele verwacht ik ook helemaal niet zoveel.
Ook 20k, ja, nee. Het gaat in ieder geval meer worden dan dat. Ik heb in ieder geval twee, in totaal drie walkas gepakt. Verratti, Thiago. Ja, ik mag hier eigenlijk al best wel blij mee wezen. Voor wat ik eigenlijk normaal pak. Normaal is het eigenlijk allemaal bullshit wat ik pak. En nu, ja, nu is het best wel eigenlijk een zieke pack geworden. Ja, in ieder geval, ik ben blij met deze pack wat ik heb gepakt, jongen. Ik heb niks te klagen. In ieder geval, boys, allemaal bedankt voor het kijken, allemaal. Subscribe natuurlijk nog even op de channel. Drop nog even een lekker blauw duimpje omhoog. En dan zie ik jullie alweer bij de volgende video. Peace. Fucking.